De grootste verrassing voor jullie is dat ik al weet wat verrassing nummer 27 is. Klopt helemaal. En dat is een Premier League weekend. Ja. Over het kanaal. Wat een sfeer, wat een sfeer. Niet normaal. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we een superleuke trip naar Engeland, want dit is cadeautje 27. Ja. En vandaag heb ik er super veel zin in. We zijn enorm gehaast, want momenteel is het 8:32. Ons vliegtuig stijgt op naar Manchester om 10:00. Dus we gaan, ja, eigenlijk is het tijdverspilling. Maar we gaan even de vlog starten. En de wedstrijd die we straks gaan bekijken, we gaan 2 Premier League wedstrijden bekijken. Vandaag is het zaterdag. Eentje Man U tegen Everton. Ja. Voor morgen. Zeggen we straks wel. En die wedstrijd start daar om 12:30. Ik heb ook een oogontsteking, zoals jullie kunnen zien. Yeah. Trekken we ons allemaal niet aan. We gaan gewoon naar Manchester. En hopelijk halen we onze vlucht. We zien jullie hopelijk straks ergens in de luchthaven. Peace out. Bye bye. Brussels Airport. Let's go. Ben je moe? Ja. Yeah. Ik ben ook moe. En ik zie hier zo moe uit met mijn oog. Maar kijk, ik ga even tonen waar we zitten. Hier zitten we. We zijn echt wel mooi op tijd. We zijn er. Het vliegtuig. Daar gaan we. Let's go. Wacht, stop, hou ermee op. Vind jij onze video top? Doe dan zoals Bob en druk op de abonneerknop. Dankjewel en ga alvast boeken, want reageer snel welk land jij graag eens wil bezoeken. Als je tussen deze bestemmingen mag kiezen, naar waar neem jij dan jouw valiezen? Wij gaan voor New York. Let's go! Maar eerst Manchester. Tada, aan het raam, aan de vleugel. Het is wel echt een apart gevoel. Het is wel echt een apart gevoel, want nu is het 10:00 en de wedstrijd daar is om 12:30. En we moeten nog van de luchthaven. Eerst naar het hotel, onze valies gaan opzetten, dan naar het stadion. En eten. We zijn er. We zijn uit het vliegtuig, maar nu moeten we naar de paspoortcontrole en daarna moeten we nog wachten op onze bagage, want die is zo. Meegenomen, hè. Wachten op de bagage, ai ai ai. A few moments later. Update, we zijn ingecheckt in het hotel. Ja. Ging al bij al redelijk vlot. Ja. En nu gaan we een taxi zoeken richting Old Trafford. Old Trafford. We zitten in de taxi onderweg naar het stadion. Ja, ze rijden nu de andere kant. Ja, de chauffeur zit aan de andere kant. Het is wel raar. We zijn eindelijk aangekomen. Wauw. Nu gaan we naar binnen, want de spelers zijn net naar buiten gekomen om op te warmen. En ik zie dat graag. Hopelijk raken we nu nog op tijd binnen, want kijk hoe smal die poortjes daar zijn. Het is nog een 30:30. Oké, okay. Hoe smal is het? Zie je maar. Oh, hoe close staan we bij het veld? Kijk dit dan. Wauw. Niet normaal. In de zon. Niet normaal. We hebben onze plaatsen gevonden, maar Michiel kan niet zitten. Dit is echt klein. Dit is de kleinste plaats. Zet jij eens. Ik kan hier niet zitten, maar echt niet. Dit zijn plaatsen voor kinderen. En hopelijk blijft de plaats naast mij leeg. Want de wedstrijd begint in 5 minuten, denk ik. Net buiten, de sfeer zit erin. Voor ons zijn de plaatsen nog steeds vrij. Dus als die vrij blijven, dan moet je dat aan. Ja, maar wanneer? Zo na de eerste 3 minuten. Sommige mensen komen pas na een kwartier toe. Laat ons hopen. Vind je het lekker? Ik heb geen idee wat dit is, maar ja. Het is wel oké. De wedstrijd is 30 minuten bezig. Het is alsof het 30 graden is. Niet normaal. Iedereen zit hier petten te zoeken, zo te doen. Superleuke wedstrijd, maar nog steeds 0-0. Ja, heel veel kansen. Veel, ja, mooi. En de tweede helft spelen ze richting onze kant. Dat gaat beter zijn. Ik zou wel graag zo eens een bal opvangen. Ja.
We zitten nu echt dicht, ja. En wij gaan even naar binnen, want we zijn aan het verbranden. Hoeveel doelpunten gaan ze maken in dat doelbaar? 2, denk ik. Ik denk 3. Kan? Alles kan. Koffie kan. Thee kan. Water kan. Mega kan. Oh. Tijd trekken. Goeie keeper hoor. Man van de match tot nu toe. Maar tijd trekken kan hij als de beste. Iedereen is boe uit te roepen. The referee has indicated a minimum of 3 minutes on its own. Wedstrijd afgelopen 2-0. Mooie wedstrijd gezien. 1 van de 2. Zet er eens op. Bruno, Bruno, Bruno. Probeer over te steken. Ken je dat spel? Cross your road? Ja, probeer maar. We zijn live in een videogame. We zijn er. We hebben een pizzakraampje gevonden. Pizzeria. Pizzeria, Marcelinja. Ja, ik kan niet eten en veel van. Margarita. Smakelijk lekker. We zijn in het hotel. Ja. En kijk, opnieuw een sjaal. Everton. Ja. Man United. En is room tour. Room tour. Dit kennen jullie al. Ik sta gewoon op mijn beide voeten hoor. De deur kan ik ook niet onder. En dan 2 meter verder. Nog een plakkaatje. Doc. Room tour. Wauw. Nu kan je goed zien of je verbrand bent. Ja, alleen hier. Wauw. Al geluk dat ik zo zat tijdens de wedstrijd. Toilet. Douche. Douchen, hè? Ah, dat is wel nog leuk. Cookies. Die gaan we snel opeten. Dit vind ik altijd wel eng, zo'n deur. Ja. Zijn voor in de nacht. Dit is voor de room service. Zetel om te chillen. Bed om te slapen. En een mooi uitzicht. Op de duiven. Alles goed? En mij ook, ja. Ben je geabonneerd op ons kanaal? Ah, dan is het goed. Oh, ik heb wel een leuke vraag voor jullie. Naar welk land zouden jullie graag eens als droom op reis gaan? Amerika. Ja, bij mij iets in Azië, denk ik. Oh. Of Australië zou ik ook cool vinden. Maar laat het weten in de reacties. Wij gaan nu editen, want morgen komt de verjaardagsvideo online. A few moments later. Ananas sap. Appelsap. En daar momenteel 5 Premier League wedstrijden. Ja, en ze zenden het niet uit. Golf. Wij vragen, kan het op voetbal zijn? Zeggen, nee. Dus dat geven we jullie. Ananassap. Celine kan echt grappige gekke bekken maken. Dus jullie mogen reageren welke de beste is. We zetten erbij 1, 2 en 3. 1. Oké, 2. En 3. Welke vind jij de leukste? 1. 1? En als je zo... en als je zo scheel kijkt... Ja, maar die is echt... Oh la 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 la. Ondertussen 2 uur later, we zitten in een nieuw restaurant. We hebben ook voetbal gekeken en we hebben nu ons echte eten. Celine heeft dit. Met een drankje. En ik heb dit. Wauw. Celine is diep aan het slapen. Ik heb nog 5 uur. Ik ging vroeg slapen vandaag. Het is niet gelukt. 5 uur gewerkt om de video af te krijgen voor jullie. Die komt dus morgen online. En dat is de video van de verjaardag. Waarbij Celine mij 27 cadeaus geeft. Ze is echt diep aan het slapen.
Tot morgen, slaap wel. The next morning. Goedemorgen. Hoi. Vandaag is de grote dag. Ja. We gaan naar Liverpool. Arsenal, topper in de Premier League dit jaar. Het wordt sowieso een superbelangrijke wedstrijd. Want Arsenal, die zijn onderweg om sinds lang nog eens kampioen te spelen. En Liverpool wil nog steeds Champions League halen. Dus zij moeten ook winnen. Ik denk dat Liverpool thuis gaat winnen. Ja. Net als tegen United met 7-0. 7-0? Ja. Ik ga voor de 4-2. Wauw. Ziet er mooi uit. Anfield Road. Eerste keer hier. In de wind. We moeten nog een half uur wachten. We zijn heel vroeg en zoals jullie kunnen zien, zijn we niet de enigen die 3 uur voor de wedstrijd aanwezig zijn. Nee, er is echt al veel volk. Ja, en zeker op straat. Daar lopen heel veel mensen al. En voor deze wedstrijd hebben we eerst een 3-gangenmenu eten in het stadion. Daarom zijn we hier ook 3 uur. Op voorhand. Influencer Celine gespot. 3 uur voor de wedstrijd. Zo jij druk. Ik ben ook influencer, hè? Nee, ik ben vlogger. Ik ben vlogger. Ik ben ook vlogger. Ja? Ja, instant-vlogger. Is dat? Oké. Okay. De Champions Wall van Liverpool. De laatste Champions League was tegen... Tottenham. We zijn net binnen in onze lounge en we zitten aan deze tafel met nog een aantal andere mensen. Dat is wel grappig. Daar is de bar en hier ligt al het eten. Oh, ik heb hier zoveel zin in. En beginnen doen we met soep. Ga eens proeven welke soep het is. Ik denk pompoen. 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 We beginnen met lasagne. Ja. En jij hebt nog lasal erbij genomen. Lasal. En de tweede lading. Smakelijk. Het is wel lekker smaak. Voor mij hetzelfde. En het dessert. Yummy, yummy. We zijn er. Wajo. Dit zijn toch topplaatsen. Maar, ik zie het al. Weinig plaatsen. Oei. Hopelijk, dat wordt zo voor mij. Dit kan toch niet? Maar we hebben wel goed nieuws, want kijk, 2 mensen naast ons zitten daar, dus misschien kunnen we wel nog wisselen. In Manchester kon ik zo niet zitten. Daar moest ik helemaal schuin, omdat de stoelen hoger komen. Ja. Het is veel kouder dan gisteren. En Ramsdale, een van mijn favoriete doelmannen, is nu al aan het opwarmen. En die is niet alleen goed, maar ook een beetje gek. Daar is hij. Vanaf hier gaan we nog even lijken. Ja, hij heeft er zin in hoor. Het leven van een doelman van Arsenal. Wat gaat hij nu doen? Prime. Prime ligt daar ook. De sponsor van Arsenal. En Bob, die drinkt dat echt graag. De doelman van Liverpool is er, Alisson. Hier staat de doelman van Arsenal op te warmen. En Ramsdale, die is al aan het kijken wat de tegenstander is. En daar zijn de spelers van Arsenal. We hebben ook 1 Belg bij Arsenal op dit moment. Leandro Trossard. Ik ga hem eens proberen zoeken. Daar is hij. De spelers zijn net naar binnen. Binnen 15 minuten begint de wedstrijd. En ik heb er super veel zin in. Hier zijn ze met een spandoek. Het is weg. Moments later. Daar worden ze helemaal gek. 0-1 voor Arsenal. Wij denken een oude goal. Het doelpunt werd gemaakt aan de andere kant. Er is opnieuw gescoord. Opnieuw Arsenal. 0-2, helaas. Maar het kan nog 3-2 worden. We doen trouwens ons best om goed te zitten.
Ik ben er niet in. 1, 2, let's go! Mo Salah! Het kan nog, let's go! 1, 2 nu! Momenteel 1-2 en de spelers van Arsenal beginnen tijd te rekken. Het is rust, we zijn opnieuw binnen. Ja. Onze tafel is leeg momenteel en het is tijd voor nog een lekker taartje. De stand is momenteel 1-2. Ja. Nu speelt Arsenal richting onze kant. Ik vrees wel dat Arsenal gaat winnen. Ze zijn beter, ja. Maar alles kan. Oh, de volgende is goed. Penalty voor Liverpool. Het kan 2-2 worden. Kom op, Salah. De penalty werd dus gemist. Het staat nog steeds 1-2, maar Liverpool is nu echt veel beter. Let's go! 2-2! Kom op! De sfeer is echt gek. 2-2 nu. En Liverpool gaat nog binnen, denk ik. De wedstrijd is gedaan, 2-2, hele mooie wedstrijd, helaas. Dat was wel leuk. Het was heel leuk, Liverpool had de beste kansen in de tweede helft. Maar ja, 2-2. En we zijn opnieuw een van de laatste. Het is wel cool nu het zo leeg is. Wanneer worden ze boos? Nu. Ja, we moeten vertrekken. Oh, technische foto's, kom op de wall. We moeten vertrekken. Hier is het wel rustiger. En het is tijd om terug de taxi te nemen en naar het hotel te gaan. Terug in het hotel, wauw. Ja, dat vat een beetje samen hoe we ons nu voelen. Ja. Maar we zijn er, geslaagde trip. Okay. We zijn opnieuw op de hotelkamer. Wij gaan nog iets eten, dan gaan we slapen. Eerst en vooral, dankjewel voor de cadeaus, want dit was cadeautje 27. Spijtig dat er niemand won. Zo gaan beide teams toch met een puntje naar huis. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie gewoon in de volgende video.